Hey, Kerfschik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Planet Coaster. En ja, het was inderdaad waar wat jullie zeiden. In de vorige episode kreeg ik maar drie logflumes erin. En het was omdat er iets raars was. Het leek alsof het hier niet verbonden was. Er zat een soort van raar tussenstukje tussen de baan en het station. Beetje gek, maar ik heb gewoon dit opnieuw aangesloten. En nu is het gewoon een doorlopende baan. En nu hebben we gewoon 12... logflumes kunnen instellen. Nou, nog een paar dingetjes. We hebben de kettinglift site een beetje onrealistisch hoog. Ik denk dat ik het gewoon zo ga laten. Gewoon omdat het gewoon... Ja, het zorgt ervoor dat het ritje net iets sneller is. En ja, dat is toch wel gewoon fijn. We hebben een iets hoger excitement en zo. Want de rit is gewoon heel erg lang. Misschien valt het wel mee. Want ja, in het echt zijn logflumes ook altijd heel erg lang. Maar... ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zit. Want in Rollercoaster Tycoon had je, geloof ik, als een ritje langer duurt dan een bepaalde hoeveelheid minuten, dan vinden mensen het niet meer interessant. Dan worden ze boos omdat het te lang duurt. Ja, dit duurt maar 2 minuten, dat valt misschien dus nog wel mee. Maar weet je, gewoon omdat je dit soort langzame stukken hebt, wil ik wel dat als we wat sneller kunnen gaan op de kettinglift, dat we dat dan wel gewoon doen. Dus ja, in de vorige episode had ik het erover dat deze serie niet echt heel lang houdbaar is, omdat we zoveel lag hebben. En jullie hadden ook in de reacties aangegeven dat het voor veel mensen toch wel een probleem is, de lag. En voor mij is het ook gewoon een probleem, want het speelt gewoon niet lekker. Dat is ook een reden waarom ik zo moeilijk timelapses kan doen, want dan zit ik echt een paar uur zit ik gewoon te bouwen. En dan al die tijd zit ik met heel weinig FPS te bouwen, omdat ik aan het opnemen ben. En ja, dat is gewoon niet zo fijn. Dus dan is timelapses maken ook... En niet heel leuk. Dan doe ik liever gewoon dat ik het bouwen of keer wat doen. En dat ik dan even een paar minuten even laat zien wat ik heb gebouwd. Zodat ik niet constant met lag aan het bouwen ben. Dus lag is gewoon een heel groot probleem. Dus ik ga in de volgende episode beginnen met mijn idee. Misschien dat het zelfs een Planet Coaster Season 2 wordt. Want het is toch wel heel anders dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Ja, ik zal het nog heel even kort herhalen. We maken gewoon een park waarin we één attractie of één achtbaan centraal zetten. Dat we daar alle thematisering omheen doen. En misschien nog wel, als er ergens toevallig ruimte is of als iets goed past, bouwen we nog wel een flat ride of wat dan ook. Maar het gaat vooral om die ene attractie. Dat we een park hebben wat best wel klein is. En een park dat niet echt helemaal vol komt te staan met allerlei attracties die veel lag veroorzaken. En hopelijk kan ik dan op die manier een leuke serie maken. En het is natuurlijk ook gewoon leuk om losse achtbanen te maken. Want dan kan ik echt allemaal focus in die ene achtbaan stoppen. Het is een jammer dat er geen muziek is. Er was net muziek in Planet Coaster. Maar ja, wat ik deze episode wil doen. Ik wil het, omdat het een beetje de laatste episode is, wil ik toch proberen dit gebouw enigszins af te maken. Dus niet in timelapse vorm. Maar gewoon af en toe wat bouwen en dan weer wat laten zien. En deze achtbaan ga ik misschien zelfs gewoon weghalen. Omdat ik daar waarschijnlijk niet aan toe kom. Ik heb dan liever dat ik dit enigszins afmaak dan dat ik aan een nieuwe achtbaan begin waar we helemaal niks mee kunnen doen. Ook leek me leuk om hier allemaal vegetatie toe te voegen. Dus ik wil even eerst kijken wat we met het dak gaan doen. Hoe maken we dat dak interessant om naar te kijken? Het wordt wel nogal plat. Dus ja, moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Misschien kunnen we nog iets van scenery erop zetten. En moeten we er natuurlijk voor zorgen dat het goed aanzet met de baan. Dus ik ga even kijken. Misschien dat ik gewoon dit gebruik. Misschien een ander soort plat dak. Maar ik ga in ieder geval off-camera even kijken. En dan kan ik meteen even de vorm bepalen. Waarschijnlijk loopt het gewoon tot hier. Dan rechtdoor. En dan past dit, als het goed is, net. Dan sluit het zo aan. Dus het heeft dan een beetje een rechthoekige vorm. Maar dan wel met je dit een beetje dit uitsteeksel. Dus dan maakt het nog iets interessanter om naar te kijken. Dus ik ga even off-camera een paar dingetjes bouwen. En dan ben ik zo terug. Oké, dit is wat ik nu heb. Ik heb geprobeerd dit hoekje ietsjes mooier te maken. Maar ik weet niet eens goed wat ik ermee moet. Ik heb hier dus deze boog zeg maar naar beneden. En hieronder zit nog zo'n limestone muur. Kijken of ik dat... Ja, daar zie je hem zitten. Weet je, dat kan ik beter een sloop maken. Dus vanaf dat niveau. En weet je, ik ga hem niet zoeken, want ik heb hem hier ook staan. Beetje in de grond gezonken. Als we dit nou doen... Oh nee, wacht, dat is net niet genoeg. Als we hem iets hoger doen, is het eigenlijk ook niet goed. Dus dan laat ik het wel gewoon zo zitten. Dan hebben we wel hier wat clipping, maar daar moet ik eigenlijk nog wel iets zetten. Want het is gewoon een beetje raar hoe dat eindigt. Maar ik zou graag hier gewoon een curved wall willen doen. Maar je hebt geen
Tenminste, ik geloof niet dat je zo'n muur, zo'n kasteelmuur hebt die naar buiten buigt. Als je hier castle. Je hebt wel dit. Maar dan staan die dingen naar binnen, als ik het goed begrijp. Even kijken. Nou, die gaan we. Oeps. Die gaan we even plaatsen. Even kijken, welke is het dan? Het is dit. Ja, oké, even proberen. Kijk, dit buigt naar binnen. Die kantelen zitten naar binnen. Dus dit ziet er ook niet uit. Je moet hebben dat het naar buiten buigt. Dus ja, weet eens goed wat ik daarmee moet. Waarschijnlijk gewoon de fouten bedekken met een of andere pilaar of zo. Nou, hier komt dus de buitenmuur. Het valt me trouwens op dat het echt net op de rand komt. Dus wat ik kan doen, maar wat ik waarschijnlijk niet ga doen, is de logvloem echt een paar centimeter naar links verplaatsen, zodat hij er hier tegenaan zit. Dat is denk ik minder erg dan dat hij er hier tegenaan zit. Want stel dat ik hier binnenmuren wil bouwen, ja, dan gaat het gewoon door de baan heen. Dat ziet er misschien een beetje gek uit. Ik denk niet dat we dat hebben als we buitenmuren bouwen, dus muren buiten dit tegeltje. Ik denk dat we het dan net niet hebben dat het er doorheen gaat, zeg maar. Ja, hier wou ik nog wel iets mee doen. Ik vond het niet mooi om daar die ondersteuningen te hebben. En het moest natuurlijk wel ondersteund zijn. En hier komt nog wel wat meer op natuurlijk. Maar dus hier heb ik iets van een klein verhogingje gebouwd. En misschien leuk om hier nog iets van een klein dakje op te hebben. Dus een dakje op het dak. Als een soort van kleine, iets hogere verdieping. Dat leek me wel cool. En hier, ja, dit is een beetje een rommel. Ik ga wel even die muur afmaken. Maar ik zal wel laten zien wat ik bedoel. Hier heb ik binnenmuren gebruikt en dat is, ja, zoals je waarschijnlijk wel snapt. En wat ik op dat moment niet snapte, is dat gewoon heel erg onhandig. Maar ik kan er wel buitenmuren van maken, maar dan steekt dit hier wel weer uit. En dan, ja, dat is dan natuurlijk ook niet mooi. Dus, ik kan deze sowieso wel weggaan, dan is er niet echt een probleem. Maar dan heb je nog wel dat dit gewoon een beetje leeg is. Dus ik ga hier nog kijken of ik hier iets mee kan doen. Misschien gewoon een soort van uitbouw bouwen op een ander grid. Dus dan staat er diagonaal op en niet loodrecht. Dus ik denk dat dat nog ietsje mooier wordt. Ja, dan breng ik nog iets meer variatie erin. Oké, hebben we een ietsje lagere muur nodig. En even kijken. Is dit... We hebben rough brick, hè, maar even kijken hoe dit er überhaupt uitziet. Nooit gebruikt eigenlijk. Nou, het ziet er eigenlijk ook wel mooi uit. Het is jammer dat dit zo oranje is. En je kan de kleur aanpassen, dus dat kan ik zelfs nog overal doen, als ik dat wil. En dan is het deze. Ja, dus dat is een beetje waar we nu staan. Het is een lastig gebouw, omdat ik echt met de lakvloer mee probeer te bouwen. En in Planet Coast heb ik dat eigenlijk nog nooit echt gedaan. Echt meebouwen met een attractie en niet gewoon een los gebouw wat er helemaal los op staat. Dus dit ziet er op zich prima uit, wel heel saai. Dus ik wil hier nog iets van de uitbouw hebben. En misschien moet hier ook nog iets mee gebeuren. Want het is zo, het heeft geen diepte. Het is allemaal heel erg plat. Dus er moet wel echt nog iets mee gebeuren. En hier in het midden kunnen we iets van een scenery object hebben. Hier heb ik trouwens gewoon wood platforms. Dat zag er best prima uit. Eigenlijk beter dan dit. Maar misschien is voor de variatie ook wel goed om dit te houden. Kijk, vanaf hier ziet er gewoon uit als een gebouw dat volledig af is. Maar van deze kant een stuk minder. En het is misschien deels om tijd te besparen. Maar het heeft ook wel iets van realisme. De achterkant van dit gebouw. Kijk, hier is niks. Je zou die achtbaan daar dus hebben. Maar die gaan we dus waarschijnlijk niet maken. Hier loopt niemand. Dus de achterkant van het gebouw krijg je nooit echt te zien. Misschien vanuit de kartbaan. Maar er is geen pad hier waar mensen kunnen lopen om het gebouw van achter te bewonderen. Dus een pretpark en een gebouw in een pretpark hoeft er niet van alle kanten goed uit te zien. Het gaat vooral om de voorkant. Want hier lopen mensen en hier zien mensen het. En van de vierde lokvloem zie je die zijkant ook niet. Dus het gaat vooral om het dak en de voorkant en misschien deze kant ook wel. Maar dit hoeft dus niet zo heel erg gedetailleerd te zijn met kraampjes en balkon. En dat heeft ook wel iets van een aspect van realisme. Omdat echte pretparken ook niet altijd alle kanten van het gebouw er goed uit kunnen laten zien. En dat bespaart natuurlijk heel veel tijd. Dat komt er ook bij. Ik zou hier misschien iets van een hekje willen. Hier kan ik altijd nog raampjes en deurtjes doen. Om het iets interessanter te maken. En hier is iets van, misschien zelfs een triggered event. Waar ik ook echt nog nooit iets mee heb gedaan in Planet Coaster. Terwijl het eigenlijk best wel cool is. Even kijken wat we hebben binnen het kasteelachtige slash piraten
jungle thema wat we daar aan hebben. Ja. Oh, oké, ik heb een paar dingen toegevoegd. Hier op het dak hebben we nu wat omgeving. Ja, het is nog een beetje kaal. Hier ben ik nog niet mee klaar. En ja, want toen ik hiermee bezig was, kwam ik langs een heel cool scenery object. En dat is het schip Wrak. En het leek me dus een cool idee om de baan als het ware door zo'n wrak te laten gaan. Maar ja, je hebt natuurlijk hier aan de achterkant geen opening. Ja, deze twee kleine, maar er past geen lokvloem doorheen. En je hebt in de voorkant ook niks van een opening. Zou op zich wel kunnen natuurlijk, want het is een wrak, weet je. Als we wat planken zouden missen, zou je er daadwerkelijk doorheen kunnen gaan door het hele schip. En dat leek me ongelooflijk cool. Dus ik heb nu deze oplossing bedacht. We zetten het gewoon een beetje in de helling. Dan kom je er zo in terecht. En de achterkant die is een stukje verder afgebroken, zodat je er gewoon langs kan. In ieder geval piraten. En met wat vegetatie hieromheen gaat het wat meer leven. Je hoort nu een vliegtuig langskomen, want mijn raam staat open. Want het is heel warm. Dus dit vind ik echt, dit soort scenery objecten vind ik echt heel erg cool. Omdat het een beetje, ja, het is een wrak, weet je. Het is oud en het is helemaal, het is een soort ruïne. Dat soort ruïneachtige objecten vind ik heel erg cool. En het maakt een heel mooi thema. En hier werd het kleine houten hekje. Eigenlijk bij het western thema, maar ik vond het hier heel mooi en subtiel, zeg maar. Gewoon iets van een klein detail. En het is nou niet dat dit mensen gaat stoppen van eroverheen stappen of wat dan ook. Maar dat is ook niet waar het voor is bedoeld. Het is gewoon als een klein detail. Hier nog een mooie boog. En over mooie bogen gesproken. Hier hebben we ook een mooie boog. En het zou leuk zijn als we hier de naam van de attractie konden doen. Ook al heb ik nog geen idee. En aangezien dit de laatste episode is, hoop ik wel dat ik deze episode iets verzin. Want ik kan niet meer om jullie reacties vragen. Want in de volgende episode ga ik toch echt aan het nieuwe park beginnen. Dus dat is op zich jammer. Maar ik hoop gewoon dat ik wel iets verzin. En hier nog iets van een uitkijktoren met een bel. Als er iets aan de hand is of wat dan ook. Ja, dus dat is leuk. Het begint wel wat te worden. En hier heb ik nog wat effecten. Ik heb hier wat mist. Gewoon ja, als mist. En ik heb hier ook een klein beetje mist rond het kanon gedaan. Alsof het alsof er echt damp uitkomt, weet je wel. Omdat het steeds afvuurt. Ja, dus dat is leuk op zich. Heb ik iets gemist? Nee, geloof ik niet. Ik geloof dat we hem wel gewoon kunnen openen. Dus waarom niet? Dan stoppen we hopelijk met het verliezen van gasten. Want het gaat heel erg hard. We zaten ooit boven de 1000. Ik weet niet precies waar we zaten, maar ik geloof dat er wel zeker 100 gasten zijn kwijtgeraakt deze episode. En je ziet ze ook gewoon wegstromen. Dit getal daalt heel erg snel als ik de tijd laat lopen. Dus dat is niet zo goed. Dus ik houd zoveel mogelijk op pauze. En hopelijk met deze nieuwe attractie erbij. Ja, stopt dat een beetje. En ik merk ook dat het personeel hier helemaal heen loopt. Terwijl het echt niet zo heel veel zin heeft. Alleen een mechanic hoeft hier elke 10 minuten te zijn. Ja, het personeel loopt gewoon echt helemaal waar niks is. Er is trouwens een update geweest in Planet Coaster een tijdje geleden. Ik geloof wel een week geleden of zo. Een vogel zit er nu op paden. Tenminste, ik heb het nog nooit gezien. Ik weet niet of het ook echt zo is. Let ik nooit op. En je hebt iets van hier. Toch al een purchased DLC items. Dus dat is iets wat ik nou, tenminste, ik heb het nog niet echt in effect gezien. Maar het staat nu aan. Nu uit. Aan. Staan die dan onderaan of zo? Of zijn die er gewoon nog niet? Dan kan je dus zien wat je nog kan kopen als dat er is. Want er is geloof ik niks op dit moment, maar dat is iets nieuws. Het is op zich wel leuk dat er DLC komt als het een beetje betaalbaar is natuurlijk. Ja, en het is ook op zich wel fijn als je het, dat je het uit kan zetten. En dat vind ik op zich wel bijzonder dat ze dat doen. Want weet je, een andere gameontwikkelaar zou je nooit de optie geven om dat uit te zetten. Want die zien dat als reclame. Dat als mensen dat zien dat je dat kan kopen, dat ze het ook gaan kopen. Maar Frontier denkt van als je dat een beetje opdringerig vindt, dat je dat gewoon uit moet kunnen zetten. En dat vind ik echt een heel mooi detail. Maar in ieder geval, terug naar het bouwen. Ik wil gewoon iets van een muur hier hebben. En dan zien we hopelijk later wel wat we met de details gaan doen. Voor in hoeverre die er zullen zijn aan deze kant. Misschien kunnen we hier een curve wall van maken met een met kantelen. Misschien dat wel mooi is voor een detail. Maar in ieder geval dat we er één compleet gebouw van maken met ook hierboven kantelen. Oké, ik heb een muur gebouwd. En
Ja, eigenlijk vanwege tijdgebrek denk ik niet dat we er heel veel van kunnen maken deze episode. Ja, het is zo jammer. Dus misschien, omdat het zo jammer is, wil ik aan het begin van de volgende episode nog even er iets aan doen. Maar ik wil ook gewoon doen waar ik zin in heb. En dan heb ik eigenlijk meer zin om in de volgende episode gewoon fris in een nieuw park te beginnen. Waar het echt rijdt om één achtbaan, zoals ik eerder heb uitgelegd. Zonder hopelijk al te veel lag. Dus ik zou daar niet op rekenen. Ik denk dat dit het gaat worden. De voorkant is heel erg mooi. Het dak is oké. En de achterkant is gewoon kaal. Maar ja, ik weet niet. Het veel beter gaat het niet worden. Ik heb hier van dit Pirateneiland heb ik een soort van kleurenpalet gemaakt. Alle bomen en planten die ik daar heb gebruikt heb ik hier op een rijtje gezet. Want ik wil het hierbij houden. Want als ik dat niet doe, als ik me niet beperk tot een paar soorten, dan ga ik echt van alles uit dat menu combineren. En dan wordt het veel te druk zoals we hier eigenlijk hebben gezien. Nou, dat is misschien net niet te druk, maar het zit wel op de rand. En ja, ik weet niet. Het moet niet te druk worden. Samen heb ik gewoon gekozen voor deze bomen. En natuurlijk de rotsen. Gewoon alle. Kijk, bij de rotsen maakt het niet zoveel uit. Die verschillen niet zoveel. Die verschillen alleen qua vorm. Gewoon de Tropical Rocks en waarschijnlijk de Deciduous Rocks. Ik weet niet of die hier ook ergens hebben. Maar de Deciduous Rocks die passen er ook heel goed bij. Dus dat kunnen we gewoon hier overal rond gebruiken. Over waar ik een beetje dat rough het terrein heb, zeg maar. Daar kunnen we het allemaal gebruiken. Ja, dus daar ga ik nu een beetje off-camera aan bouwen en dan ga ik de episode alweer bijna afsluiten. Oké, dat is de omgeving. Ik heb nog een beetje een flauw trucje gebruikt om dit een beetje te verbergen. Ik heb een iets hogere berg hier gebouwd, alsof dat zo bedoeld was. Dus nu zien we die lelijke achterkant grotendeels niet meer. Dus dat helpt op zich. En ik heb er niet eens vegetatie. Ja, dit is jammer. Het is jammer dat ik het zo af moet sluiten. De episode is al een dag te laat. Maar ik was er in het weekend niet. En daardoor, ja, ik wil het wel gewoon graag online hebben, zeg maar. Maar daardoor heb ik heel veel tijd gewerkt om dit af te maken. Dus ja, misschien dat ik, zoals ik al eerder zei, in de volgende episode nog even kijken of ik hier nog iets moois van kan maken. Maar op zich is het prima. Er is niet heel veel vegetatie. Het is niet heel erg dicht. Beplant, zeg maar. Maar dat is op zich ook niet erg. Op die manier is het in ieder geval niet te druk. Iets wat ik vaak wel doe. En het zit meer in kleine groepjes rond die rots. En dat is een beetje een andere aanpak. Maar het is op zich prima. En het kleurenpalet kan ik nu op zich ook wel weghalen. Denk ik. Want ik weet ondertussen ook wel ongeveer wat ik gebruik. En het is niet dat ik hier met Ctrl-D alles uit ga halen. Dat is heel veel gedoe. Ja, dus dat is zover alles voor deze episode en ook zover alles voor dit park. Laat ik in ieder geval in de volgende episode nog een soort van epiloog doen. Dat ik in ieder geval laat zien hoe deze achtbaan draait, wat de mensen ervan vinden. Maar dan is het echt tijd om opnieuw te beginnen, vind ik. Ik weet niet, sinds deze achtbaan... dit was echt een hele goede achtbaan. Ik weet niet of die Car Ratings ook goed is. Oh, hij is kapot. Car Ratings is hier best wel slecht, maar je ziet er heel goed uit. Heel mooi kleurenschema en een heel mooi bos eromheen. Heel mooie jungle. Ik weet niet, dit is echt mijn favoriete attractie van dit hele park. En ja, alles wat we daarna hebben gedaan. Die kartbaan Blanco is leuk, maar nooit echt afgemaakt. Hier wou ik nog een miniatuur stadhuis bouwen, maar weet je, het komt er allemaal niet van. Het is gewoon tijd om opnieuw te beginnen met deze lag, want het is echt onhoudbaar. Dus ja, in ieder geval vanaf deze kant ziet het eruit als een mooie afgemaakte attractie. Vanaf deze kant iets minder. Vanaf deze kant. Maar weet je wat, ik wil heel graag opnieuw beginnen en hopelijk jullie ook. Dus ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.